Ik voel me sexy als ik dans. Je hebt net een prachtig applaus gekregen. Krijg jij thuis ook zoveel applaus? Nee, was het maar zo. Niet? Ik krijg niet heel veel applaus thuis. Het is een beetje het equivalent van waardering en de dingen die je doet en zo. Ja. Nee, ja. Jawel, af en toe. Ja? Is Alette niet zo uitgesproken daarin? Nee, Alette is niet zo van het applaus. Niet? Nee. Maar typisch. Ik vind het juist altijd zo leuk als je de bevestiging krijgt hoe bijzonder je bent voor iemand. Ja, maar misschien, ik ben er ook denk ik wel op de geval omdat ik er vooral heel stoer vind. Vond er eerst heel mooi. Dus dat was één. Ik vond het prachtig. Toen vond ik er heel stoer. En toen vond ik er heel intelligent. En dat is voor mij de fatale combinatie. Ja. Ja, en daar staat dan niet dat ze heel complimenteus of heel lief is. Dat staat wat lager. Maar dat moet jij dan misschien zijn. Ja, dat is toch opposite track misschien. Ja. Is dat bij, dat weet ik dus niet, maar is dat bij lesbiennes ook zo, zoals dat bij gay mannen is? Dat er altijd in die relatie een verhouding mannetje-vrouwtje is? Is dat bij mannen zo? Ja, moet je toch eens kijken. Kijk eens naar Pieter, is duidelijk het vrouwtje. Nou, wat krijgen we niet? Nou toch weer? En het hoeft niet in de vrouwelijkheid zich te uiten. Maar bijvoorbeeld, maar je bedoelt dat hij meer kookt of het huishouden doet? Nee, zo? Dat hij meer verzorgd wil worden in plaats van verzorgd wordt. Verzorgd en verzorgend. Ja. Ja. Nou ja, dat vind ik. Nee, dat heb ik niet. Omdat je haar stoer vond? En bedoel je in haar uiterlijk of in een manier van doen? Nee, maar ik vond haar vooral heel stoer omdat ze zo intelligent is. En dus heel stoer in wat ze deed. En hoe ze altijd in de mannenwereld bewoog. En hoe ze altijd haar dingen doet. En iedereen om de vingers wint. Ja. Is het zo of ben ik verkeerd voorgelicht dat jullie elkaar in Café Nol hebben ontmoet? Nou, daar was de tweede date. Tweede date. Ja, we hebben elkaar bij Binnen Buiten. Was de eerste date in de pijp. Oh ja. Bij de Hoppenmakaar. En hoe ging dat? We werden gekoppeld. Oh, wat leuk. Ja. Door wie? Nou, door gezamenlijke vriendinnen. We waren allebei, kwamen uit lange relaties en we waren allebei vrijgezel. En twee vriendinnen van ons zaten tegen elkaar op te boksen. De een wilde. Een vriendin van Alette moest een blind date voor haar regelen. Maar die zei toen bij een vriendinnetje aan de bar na werk van, ja, ik heb een hele leuke vriendin, maar die is lesbisch, maar zo knap en intelligent. Ja, daar ga ik nooit iemand voor vinden. En toen zei die vriendin van mij, ja, maar ik heb er eentje en die is zo knap en intelligent. Die gaat nooit met die van jou willen. En zo zaten ze een beetje tegen elkaar op te boksen. Alleen ik durfde niet. Ach kind, dat past helemaal niet bij jou. Nee. Want jij bent best een durf al. Ja, dus ik durf niet. Dus het heeft heel lang geduurd tot het zomer was. 28 juni. Dat is bijna. Bijna 14 jaar samen. Ja, mooi. 28 juni. En toen zeiden die vriendinnen, en nu moeten jullie. Maar toen zei ik, dan ga ik alleen als jullie meegaan. Jezus, Mina. Ja, erg, Eddie. Schijtend, schat. Dus ik was eigenlijk meteen. Ja. Had zij dat ook toen ze jou voor het eerst zag, Barbara?